Hey! Ik weet het, het is toevallig. We zijn weer met z'n allen hier op het internet beland. En jij, we zien elkaar weer, wat leuk. Hey, wat toevallig. Maar goed, wow, hey, leuk dat je er bent. Welkom bij de video. Ik heb vandaag een planning. En dat is, ik moet bellen met Willem of Piet. Want die wilden mij wat vertellen en onzin. Dus dat is mijn planning. En voor de rest is de planning hun planning. maar goed, ja, ik ben benieuwd waar het over gaat. Er is van alles gebeurd laatst. Ik heb, zoals je ziet, nog steeds mijn gun op zak. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. Is eigenlijk heel even mijn gun wegbrengen naar mijn huis. Want het is nergens voor nodig om die nu op zak te hebben. Dus laten we even mijn auto pakken bij de impound. Dat is hier. En even Willem bellen. En voordat ik Willem bel, hey jongens, even abonneren, hè, allemaal. We zitten bijna op die. Kijk. Wow, ik knipperde in mijn vingers en toen kwam dit in beeld. Kom op, even abonneren. Dat kunnen we wel met z'n allen. Even gezellig doen nu. Oké, we hebben de auto. Laten we dan gelijk even tijdens het rijden. Want dat mag allemaal, rijden en bellen in Roeveen. Willem! Je spreekt met Willemunt. Hey Willem, jij belde mij. Hey, plakkers, ja, absoluut. Ja. Er moet dringend gesproken worden. Er moet dringend gesproken worden. Ja. Hey, ik zet heel even mijn Volkswagen in de garage. Want die heb ik op zak en dat is denk ik nergens voor nodig nu. Sterk plan. En daar kom ik eraan. Waar moet ik heen? We spreken af bij... waar we overlegd hadden. In dat kleine doosje. Weet je wel, dat kleine interieurtje boven in de stad. Helemaal boven. Daar kom ik echt letterlijk net vandaan. Maar ik rijd eerst mijn Volkswagen in... Maar zeg maar boven in het centrum. Boven in de stad van Roeveen. Oh, boven in het interieurtje, dat kleine hokje. Oh, ja. De doos, de postkamertje. Ja, dat postkamertje. Postkamertje. Oké, ik kom naar het postkamertje, oké? Oké, volgens mij is... hier ergens de locatie. Dit is hem. Dit is de locatie, jongens. Waar we in gaan. Dit deurtje, dacht ik. Daar. Dus dan zetten we de auto. Kijk, we hebben hier nog een auto staan. Dan zetten we mijn auto hier ook even achter. En dan denk ik dat Willem en zo er ook wel zullen zijn. Geen idee wie dit is. Nee, die herken ik niet. Ik heb geen idee, maar dat maakt niet uit. Laten we even naar binnen gaan. Ik denk dat die er inmiddels al wel zullen zijn. Ja, hier. Kijk. Goedenavond. Hey, Willem. Hallo. Piet. Hoe heb jij een doos in je handen? Zeker, Willem heeft even een doosje meegenomen van de zaak. Wat zit erin? Ja, geen idee eigenlijk. Er staat cola op. Oh, lekker. Goed. Yes. We zijn hier namelijk om te bespreken. Laten we beginnen met gisteren. Ja. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Hoe gaat het met je? Hoe voel je? Willem zit strak aan de ibuprofen. Ja, morfine, adrenaline, wat het ook is. Kerel staat compleet stijf van het drugs, jongen. Dat dacht ik al, naar dat schot in je been. Maar ik kan wel lopen een beetje. Of... ja, Willem kan lopen. Ja, alleen niet te lang rennen. Nee, niet te lang rennen, maar dat is prima. Er zijn gisteren wat dingen gebeurd. Dingen die interessant zijn. Ja. Dit gaat namelijk over Rick Force. Ja, ik... ik heb het echt uit mijn eigen oren gehoord van de Riddler, dat hij het verteld heeft. Ja, jij ook. Ja. Met z'n tweeën stonden er inderdaad. Ja, het kan zijn dat Rick het is. Hè? Maar we willen even voor een zekerheid echt wel van de Riddler horen van... hé, waarom is het Rick? Dat is waar. Ja. We weten dat hij echt wel open staat voor spelletjes, hè, die Riddler. Dat is echt, ja, echt tuurlijk, iemand die gewoon tuurlijk graag met je mind speelt. Mm-hmm. Nee, dat weet ik. Daarnaast heb ik ook een vriend meegebracht. Die staat op het moment buiten. Emilio Charles. Ja, die zag ik al. Ja, ik ken hem niet, heel maar... heel bekende artiest hier in Roeveen. Serieus? Hij heeft oprecht heel veel talent. Twee liedjes uitgebracht, allebei hits hier in Roeveen. Dus... ja. Maar hoezo is hij dan met jou mee? Want jij bent niet echt, nou, laat ik dan zeggen, een ideale schoonzoon ja, of zo, hè? Kijk, hè, dat is een heel lang verhaal. Uiteindelijk, Emilio is de begeleider van 323. 323 is geïnfecteerd met Titan. En dat zo was een oud medewerker van, of een oud medewerker, of mede, hoe zeg je dat? Een oud collega. Collega, ja, ja. Van Edward Nigma, aka de Riddler. Hij is oud collega 323. Ja. En die is door de Riddler. Die is compleet doorgedraaid. Ook door de Riddler, neem ik aan. Nee, er is uiteindelijk iets van een explosie gebeurd of iets, een uitbraak van Titan, waardoor dat hij helemaal door is geslagen. Ik weet er zelf ook niet zo heel veel van, ik weet alleen dat hij oud-collega is. Wat komt er dan nog voor nuttigs uit, zo'n 323? De surgeon die kan sowieso bloedafname doen, misschien iets bekijken. Dat is een hele goeie, want daar weten we meer over. Misschien Mason kunnen we hem kalmeren, en als we misschien een antigif kunnen krijgen, dan kunnen we misschien 323 redden. Dat zou en als we 323 kunnen redden, kunnen we ook Mason redden. Als Mason überhaupt geïnfecteerd is. Dat ja, is dus maar het ding. Mason we leeft. Weten niet of dat Mason leeft. Nou, dat inmiddels... En we weten niet of hij geïnfecteerd is met Titan. Dat Mason is leeft. Wat hij bluft. Ik heb vernomen dat daar meerdere mensen met de afspraak stonden van ons. En ja, dat er oprecht, ik heb ook eens gehoord van een sniper, dat er gewoon allemaal niet stond. Ik denk dat als wij gewoon heel rustig praten met de Riddler, dat er wederzijds respect komt. Precies. In ieder geval, we moeten wel een paar dingen vragen. Het gaat over Titan, het gaat over Mason en het gaat over Rick. Titan, Mason en Rick, ja. We weten van allemaal weten we iets, maar niet genoeg gewoon.
Precies, Willem gaat nu even met hem. Kijk, ik zou... Wat willen we vragen over Titan? Hé, hey, doe rustig, want die gast weet... die kan wacht, ho. Willem belt niet, nog niet. Kijk, wat willen we vragen over Titan? Want dat is een heel gevoelig onderwerp. Kunnen we dat niet beter bij 3-2-3 doen? Dat wij doen? De verkeerde vragen stellen, dan is er een mogelijkheid dat een van onze maten sneuvelt. Ik denk dat je zelf ook al weet wie. Maar, of zijn we daar verder niet? Nee, daar zijn jullie niet in betrokken. Nee, geen idee waar je het over hebt. Er is een persoon in de stad die onderzoek doet naar Titan. Naam ga ik niet noemen. En die is nu onderzoek aan het doen. Ja. En die heeft met een van mijn zakenpartners heeft die, een deal gesloten dat hun samenwerken nu met het onderzoek van Titan. We mogen niet te veel vragen, maar we mogen ook en niet... En willen we dat aan de Riddler doen? Dat is het hem dus. Willen we überhaupt vragen over Titan? Ik denk het niet. Als jij zegt voor dat er nu. Onderzoek gedaan wordt naar, dan hoeven we dat niet van de Riddler te vragen. Want stel, we krijgen informatie van de Riddler die dat later al bekend aftippen. Wordt. Ja. Okay. Dus doe dat maar niet. Niks vragen nog over niet. Titan. Dan houden we onze mond over Titan. Ja, wat kunnen we nog vragen? Eigenlijk alleen die twee dingen lijkt het. Of ja, maar dan, dat is wel iets. Ja, dan kan in principe 1 miljoen niet mee. Nee, dan laten we hem achter. Ja, dan mag jij het nieuws aankondigen. Dat zijn ja? de keuzes die we moeten maken. Ja. Voor een betere doel. Merk dat je nog drugs in je lichaam hebt zitten, ja. jongen. Klein hier. Beetje verschil. Ja. Maar oké, wat is het plan nu? Even concreet. Wij drie gaan dan. Want aangezien de hele groep mee wilt, dat is niet te doen. Nee, nee dat doen we niet. Dan voelt dus wij gaan met z'n drieën naar de Riddler. Ik bedoel, er moet wederzijds respect komen. Ja. ja. Precies. Ik wil ook vragen wat hij nu echt is met die rotte appels. Ja. Dat wil ik ook weten. Dan vragen we voor Rick wat hij daar precies over bedoelt. Wat Rick zijn plannen zijn. Of überhaupt Rick meedoet of dat gewoon een dikke bluff was. En hoe dat er met Mason is. Kijk jongens, dus het plan is nu concreet. We gaan de Riddler bellen en we gaan afspreken met hem. Dips. Ja, oké. Jij mag rijden. Jij mag rijden, Willem. In mijn Luma. Even kijken. Reverse. Willem! Ja, daar zie je Piet. Oh, je gaat Piet aanrijden. Ja, oh. Waarom rij je nou Piet? Ik zei het nog, je gaat Piet aanrijden. Is niet waar. Geef je een volle klap voor zijn bek, joh. Willem rijdt, Piet, dat was ik niet. Ja, dat had ik al door dat hij aan het rijden was. Godverdomme. Bijna doodgereden. Willem belt de Riddler en gaat dan rijden. Op. Secondje. Toma, het gesprek is beëindigd. Heeft hij niet opgenomen? Met een kring, hij neemt niet op. Gaat mijn hele achterkant, die is gewoon tegen ja, jou. Ja, heel die achterkant. Je bent ik ben gewoon echt een koe. Nee, ik ben gewoon een kast, jongen. Nee, ik ben gewoon een koe die tegen mijn auto aan is geknald. Mijn hele achterlicht staat echt gewoon ingedeukt omhoog. Ja, mijn rechterachterlamp. Ik ben het weer geweest, zeker. ja, dat jij knalde goed. Toch echt tegen mijn auto? Sorry. Ik kon niks aan doen. Rij even naar de ANWB, ik zal het wel betalen op mijn kosten. Willem heeft mijn hele auto prak gereden, jongens. Dat is niet waar, Piet deed het. Wat is er? Piet is tegen mijn auto aangeknald. Met ondersteuning van de... Oh, Piet, jij kan ook niet rijden, jongen. Mag ik ook mijn makkers op de foto? Oh, Willem, die staat er goed voor. Ja. Hey Piet, dat was mijn al. yes, oké, even lachen naar het volgende. 3, 2, 1... Willem, yes, oh, hij, origineel, hè, hij staat erop, heren. Hartstikke erop. Bedankt. Dat is dan 1000 euro. 1000 euro, is goed hoor. Rij maar mee. Nee. Die handen maar even omhoog. Deze zeekoe met die hoed daar is tegen mijn auto aangeknald. Dus die auto is voor de helft ingedeukt. Dan moet ik wel helaas een factuurtje gaan stelen. Ja, die ging naar ook die zeekoe. Dat zei hij. Maar stuur maar naar mij. Ik betaal hem zelf wel. Blanco komt mee. Komt Jordi mee? Ja. Nou, ik heb inmiddels wel Jordi, denk ik, zijn vertrouwen... Althans, Jordi heeft mijn vertrouwen weer gewonnen. Dat was waar ik over wou spreken, man. Wat dan? Ja, omdat hij dat toen had gedaan. Hij heeft Rick in zijn schouder geraakt en hij heeft de surgeon in zijn poot geraakt. Wie? Jordi. Jordi heeft de surgeon geschoten? Als die hitman, ja. Echt? Ja, waarom denk je dat ik jou wou spreken? Vertrouw jij Jordi dan? Want... Ja, weet je wat het is? Hij heeft er een geldig motief voor. Dus ik vertrouw hem nu gewoon. Wat is zijn motief dan? Hij wou de groep op zijn hoede zetten terug. En ik hoop oprecht dat dit het is. Hij heeft... daar ga ik niet over verder gaan, dus goed zo. Nee, oké. Ik heb Jordi namelijk ook als hitman gezien. Ik weet dat hij het was natuurlijk. Maar daarna zijn we samen natuurlijk... hij als hitman en ik zijn we naar de Riddler gegaan. En toen heeft hij zijn masker afgetrokken. En toen was Jordi gewoon... Trap hem hier even weg. Maar jongens, denken jullie dat de Riddler Jordi nog wel zien na dat incident? Waar gaan we heen? Zet je ergens gewoon apart neer. In plaats van in zo'n halve konvooi te rijden van auto's die 50k waard zijn. Hij volgt niet waar? Ja, hij volgt. Oké, dan weten we helemaal precies waar we heen gaan. Het Meriwether Special Force trainingsterrein. Is dat dit? Ja. Daar geloof ik gereed van. Het is toch echt zo? Echt, is dit een trainingterrein? Zwembad hier. Kom aan het zwembad. Ook maar even mijn auto plotten.
Ja, jongens, we bellen de Riddler opnieuw. Hij nam net niet op. We zijn nu samen met Jordi ook gekomen. Die houdt zijn helmpje even op. Maar Edward neemt niet op. A.K. de Riddler. Die neemt niet op. Willem wordt gebeld. Word je gebeld door de Riddler? Absoluut. Okay, dus werk met Willem. Oké, in eerste instantie heeft hij geweigerd. Maar Willem heeft ervoor gezorgd dat hij terugbelt. Oké, en dan wil hij wellicht wel afspreken. Hij kan hier ieder moment zijn. Hij kan op de daken zijn. Hij kan via de hoofdingang komen. Het kan overal vandaan komen. De hoofdingang. Daar heb je normaal de hoofdingang. Wat? Hij durft wel, man. Ballen heeft hij. Hij pakt iets. Maar wat? Oké. Dat zit er niet meer bij. Goedendag, heren. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft u in die doos zitten? Dat gaat u niks aan. Nigma, wij zijn hier voor een verzoek. Oké. Kom maar door. Wij willen namelijk informatie. Oké, informatie. Nou, kom maar door. Het gaat over Mason Hunt. Zo, wat een verrassing. U heeft daar informatie over, nietwaar? Zeker weten. We willen wel weten waar die is. Zijn staat van leven. Zeker een staat van leven. Ook een goede staat dood. Van leven, zoals we hem kennen. Geen commentaar. Hoezo geen commentaar? Precies omdat ik dat zo zeg, hè? Geen commentaar. Hoezo geen commentaar? Dat is geen antwoord. Zeker wel, Willem. Zeker niet. Willem weigert. Je neemt Willem zijn kleinzoon af. En je verwacht dat je zonder antwoord van Willem afkomt. Nee, zo zit het niet. Kijk, Willem, je bent een aap. Wederzijds. Dat denk ik niet. Ik denk dat ik precies door heb wat ik doe. Mason doet dit vrijwillig. Hij doet dit vrijwillig. Hoe zou hij dat doen? Dat is de vraag. Dat is de vraag. En daar heb je antwoord op. En Willem wil dat je de antwoord op geeft. Zeker antwoord op. Je zegt als we jou niks aandoen. Dat we Mason nog zien. Maar wanneer zien we hem? Geduld, Mr. Hunt. Geduld hebben we niet. Hij is al vermist voor zoveel weken. Willem trekt het niet meer. Hij wil niet nog een hunt verliezen. Dan doe je net alsof hij dood is. Dat kan niet. Maakt voor mij geen verschil. Maar voor Willem wel. Je hebt Willem in de hout gereed, beste. Maar Willem komt eruit. Nou, kom maar door. Wat is de volgende vraag? We hebben informatie over Rick. Het andere jongen. Rick. De verrader, zoals jij dat hebt gezegd. Maar... De verrader. Rick. Aardig man. Waarom zou hij informatie geven? Waarom zou hij geen informatie geven? Je hebt hem omgekocht of iets dergelijks. Nee. Je hebt hem in zijn macht. Nee hoor, absoluut niet. Hoezo niet? Hij zou het nooit vrijwillig doen. Oh nee? Heb je niet door wat voor een complete onzin de darkness op dit moment is? Het komt allemaal door jou, maar Willem laat zien. Gek door maken. Mij? Het komt allemaal door jou, jongen. Jij bent het vonkje dat het vuur heeft aangewakkerd. Echt waar? Dat zal zeker. Waarom heb je dat gedaan? Omdat, nou ja, kijk naar het korps. De corruptie is voor een groot deel weg. Dat maakt Willem niks uit. Daar ben ik een half jaar mee bezig geweest. En nou ga je onschuldige groepering, ga je erbij betrekken. Is dat het? Onschuldige groepering? Onschuldige groepering. Vertel. Wij hebben ieder onze verhalen. Oké. We hebben ieder onze liefdes. Hebben jullie een bank overvallen? Willem, geef geen commentaar daarop. Precies. Onschuldig, wat heb jij gedaan? Onschuldig zijn jullie niet. Honderden vermoord. En allemaal voor je Positief. Eigen persoonlijke doel. Voor je eigen doelen. Omdat je denkt dat het zelf goed is. Maar nee, Willem heeft je spelletjes jongen. Willem heeft jouw spelletjes door. Oké, Willem. Hoe is het met je been? Strak aan adrenaline. Ibuprofen, morfine, wat het ook is. Om Willem lopend te houden. Om deze informatie te verkrijgen. En wij veel een flink offer om te maken. Om hier te blijven staan. Ik denk dat jouw tijd ook snel komt houden, man. Mijn tijd? Zeker. Destijds is er een interactie geweest dat plakkers gestolen geld van de darkness kwam leveren. Daarbij... Sorry, plakkers? Wat? Geef me helemaal mee. Hey. Jij laat hem met rust. Jij laat hem nu met rust. Laten we hem dit niet doen. Ik zou het inderdaad niet doen willen. Doe het niet. Edward, denk na. Je bent slimmer dan dit. Hey, plakkers. Ja? Ik dacht dat je het geld had gestolen. Ja, heb ik ook. De darkness, dan precies. Heb je het verteld. Nee, achtergekomen. Ik ga het zeggen, daar zijn ze gewoon achtergekomen. Oké, maar je staat hier zo nog. Sorry? Plakkers is overal bij. Er is niks aan de hand. Dat er zo vanaf is gekomen. Ik denk dat er corruptie heerst binnen de game, nietwaar? Welke corruptie dan? Wie is de corrupte? Als ik dat zou zeggen, dan zou het hele doel verpest zijn. Wat heeft Rick je allemaal verteld? Rick? Rick. Je beweert Rick dat Rick mij is. Niet. Ja, zeker. Maar Rick hoefde mij niet heel veel te vertellen voor mij om te zien wie er... Er zijn rotte appels, toch? Volgens jou? Positief. Wie? Edward. Wie? Wie niet? Geen enkel persoon hier. Alle van ons vier zijn rotte appels. Dat klopt. Behalve Pietje. Jij vindt Piet een rotte appel. Piet is het. Oh, nee. Dat vind ik niet. Piet kent Willem door dik en dun. Piet doet nooit wat kwaads. Nee. Willem heeft het door. Je bent hier om onrust te zaaien. Dat is precies wat je aan het doen bent. Vrienden die tegen vrienden aan het keren zijn. Dat is wat je doet. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen, toch? Jij stelt mij een vraag. Ik heb antwoord gegeven wat jij er verder mee doet. Dat is niet Edward. Hoe is het met de familie? Pardon? Met je familie? Bedreigt Willem geen idee. Met zijn familie? Is je vader trots op je?
Is je moeder trots op je? Nee, die liggen momenteel 30 meter onder. Vader door ziekte. Mijn moeder door mijn hand. Ik beschouw jou niet per se als een vriend, Willem. Dat hoeft niet. Met alle respect. Wederzijds. Willem dacht eerst dat je grootsman was. Maar Helmo. Oké. Dat is precies je probleem binnen Darkness. Vriendschap. Vriendschap. Dat is het enige wat ons samenhoudt. Zonder dat... Precies. Ja, en dat is het probleem, Mr. Rutte. Ja. En dat wil je weg hebben, zeker? Nee. Dat zou weg moeten. Waarom zou dat in weg moeten? In een ideale wereld. Je ideale wereld. Nee, vrienden. Vrienden zijn... Overbodig volgens jou. Overbodig. Volledig overbodig. Goed. Dan gaat Willem nog één vraag stellen. Kom maar door, Willem. Wat zal er moeten gebeuren om informatie te krijgen met betrekking tot Rick of Mason? Geduld. Geduld en vertrouwen. Hoe kunnen we je nou vertrouwen als jij geen vrienden wil zijn? Wat moeten we dan vertrouwen? Bij mij staat respect heel hoog op het lijstje. En wie heeft respect binnen de Darkness? Mijn respect? Ja. Jerry? Diep respect zelfs. En waarom? Omdat hij degene met ballen is. Maar hij is echt niet degene met de enige set ballen. Oké. Je bent een interessant man, absoluut. Dankjewel. Geduld zullen we hebben. Maar we verwachten dat het spoedig volgt. Spoedig, precies. Dat is het probleem, Willem. En elk moment dat jullie erom vragen, zal het langer duren. U bent grappig, Willem. Wederzijds, Nigma. Even een moment. Wat is je aan het doen? Ik ben er vandoor, heren. Blij dat je er was. Wij gaan gelijk weg. In case dat hij de politie heeft gebeld. Wij gaan er nu vandoor. Let's get it. Ja, stap in. Nou, wat hebben we hier uitgehaald? Helemaal niks. Geduld moeten we hebben. We hebben hem beschoten. We hebben beschoten, weg. Ja, er werd geschoten. Er werd geschoten op Jordi. Ik weet het zeker. Je werd een beetje op met Jordi. Niet te hard gaan. Hij is terug. Hij is daarachter. Hoe gaat het met Jordi? We gaan terug. Weten we niet. Hij staat daar links aan de andere kant van de weg. Staat hij stil. Jordi, hallo? Jordi. Oh nee. De blok. Jordi, hoor je ons? Willem ziet geen booggaten. De auto is op slot. Ik word gebeld door de Riddler, jongens. Kom op. Ja. Heb ik een band geraakt? Heb jij een band geraakt? Dat weet ik niet. Mocht dat zo zijn, excuses. Ik weet hoe duur die dingen tegenwoordig zijn. Ja, en dat zou hem je belt? Moet helpen. Ja, absoluut. Van Plakkers. Ja? Wat ik net allemaal heb gezegd. Ja? Moet je nog eens goed over nadenken. Over alles, ja. Voor mijn gevoel hebben we niks net als gehoord. Oh nee? Nee, naast het feit over Piet, maar ik weet niet of ik allemaal moet geloven wat je zegt. En je hebt mij ook allemaal dingen aangeboden, dus... Dat begrijp ik. Vond je niet dat Willem een beetje apart deed? Willem, die staat helemaal stijf aan de drugs. Ik zou toch bijna denken dat... Plakkers, wie belde je? Dat het allemaal is opgezet. Dat het allemaal is opgezet? Dat Willem opgezet. Doet alsof. Willem doet alsof. Hé, Riddler, ik geloof veel wat je zegt, maar dit wordt er niet. Ik heb opgehangen, zoek het maar lekker uit. We gaan er vandoor, jongens. Let's go. Oh, nou zit Jordi erin. Ik heb even de Riddler opgehangen. Hij heeft altijd het woord in mijn gesprekken, maar nu is het even genoeg. Nu hij weer heeft geschoten. En volgens hem moeten wij hem vertrouwen. Dan zoekt hij het maar uit. Hij stond op het hoekje. Hij wil vertrouwen van ons. En dan gaat hij schieten elke keer. Elke mogelijkheid die hij krijgt. Waar was jij trouwens, Jordi? Wat was er gebeurd? Ja, ik heb beschoten vol. Ik denk dat er vijf. Ja, maar waar was jij? Jij zat net niet in je auto. Nee, klopt. Ik ben weggerend. Oh. Mijn banden waren lek. Oh, jemig. Jordi, ga je even. We moeten de opties bespreken. Het enige wat we nu kunnen doen, is hem dat vertrouwen geven. Nee, ik zeg, we gaan op een andere manier doen. We skippen al zijn info. En we gaan op andere manieren achterkomen. Ik hoor dat er een 3-2-3 is. Ik hoor dat die Emilio... 3-2-3, als ik het goed heb vernomen, zou 3-2-3 binnen enkele momenten aanwezig moeten zijn. En dan kunnen we met hem praten. En dan moeten we de search in erop bij zijn. Ik ga nu... In de pochten met de surgeon, ze komt je. Top. Want we gaan dit niet meer met de Riddler doen. Die gast die krijgt alleen maar meer info over ons. Die zorgt maar dat wij te veel kunnen doen. Dat is ook het hele ding. Wij zijn zijn informanten. Daarom, eerst volgende keer dat ik hem zie. En ik heb een pistool bij me en we weten genoeg. Hallo? Domme. Plakkers, het is ongelooflijk. Ja, het wordt toch vervolgd. Ik weet dat jullie er niet van houden, maar helaas jongens. Waarschijnlijk komt morgen al de nieuwe video. En dan gaan wij met 323 gaan we praten. Dat is iemand die ook Titan in zijn lichaam heeft. En misschien kunnen we samen met de surgeon meer informatie halen uit hem. Ik weet dat jullie het niet leuk vinden als ik het een woordvervolg van maak. Maar anders duurt het gewoon weg te lang. En ik ga het niet allemaal in één video stoppen. Dat zou ik zonde vinden. Dus ik hoop dat jullie het begrijpen. Vergeet zeker even niet te abonneren. Even te liken. En dan veel plezier met kijken naar de volgende video als die online staat.